We gaan het ijs op als het mag. Het regent pijpen stelen buiten, maar het schaatsseizoen is nog niet voorbij. Tenminste, ofwel voor jou, Joy. Voor mij wel. Voor jou wel, goed. Ja, want dit weekend was ze nog bij het WK Allround voor junioren in Finland. Ze won goud op de 3 kilometer, goud op de team pursuit en ze werd tweede Allround. En dat is niet niks. Niet verwonderlijk dat ze ook de Henny Kuiper Talent Trofee in de wacht sleepte. Joy Beunen, kom eens even. Ik mag jou de talentenprijs overhandigen. Het is een heel mooie trofee. Je bent dus sporttalent van het jaar geworden van Overijs. Ja, echt. Wauw, heel cool. Gefeliciteerd. Dank je wel. Oei. Ijs is glad. Het is je glad. Ijs is glad. Ja, ijs is glad inderdaad. Wat een heerlijk knullig televisiemoment is dat dan. Ja. Hè? Ja. Bijna zo wankelend op het ijs. Ja. Maar je was wel heel blij dat je die prijzen kreeg. Ik was zeker heel blij dat ik die prijs kon, ja. Maar dit weekend was je vermoedelijk nog veel gelukkiger, of niet? Met al die gouden medailles die je hebt binnengehaald. Ja, nou, de eerste dag was voor mij niet echt een goede dag. Waarom niet? Kun je ik was 12 op de 500 of zo. Voor mij was het wel een goede race. Want ik ben niet echt de 500 meter rijden. Maar ik had wel graag de 1500 meter willen winnen. En toen werd ik vierde. Ai. Dus dat was een domper. Als jij nu zegt van ik heb gouden medailles mee naar huis genomen. Maar ik ben allround tweede geworden. Dan zeg je dan vind ik het toch jammer omdat ik tweede ben geworden allround. Is dat het? Dat is ook heel jammer, ja. Ik had het ook heel graag willen winnen. Ja. Maar ik mag zeker niet ontevreden zijn. En, ik ben volgend jaar nog steeds junior. Volgend jaar ben ik er weer. Ja, we zitten hier echt een topsporter aan tafel meteen. Ja. Jullie beginnen ook al te knikken. Ja, nee, jij zegt heel duidelijk van het is nooit genoeg. Nee. Ja. Maar volgend jaar junioren nog een keer. Daarna ga je doorstromen. Naar de senioren. Naar de senioren. Wat zijn jouw dromen dan? Want even voor de mensen thuis die Joy Beunen uit de Borne nog niet kennen, maar Irene Wüst wel. Hoeveel seconden zitten op de, ik noem de 1500 nu tussen jullie? 4 of zo? 4 seconden. Ja. Nou, dat is 1, 2, 3, 4. Dat is te veel. Dat is nog wel een heel stuk. Okay. Ja. Maar te overbruggen? Nou, ze rijdt echt wel hard op de 3 kilometer. Ja. Ja, ik ben laatst wel voor het eerst onder de 2 minuten gegaan. Dus volgens mij ben ik nu de enige A-junior van Nederland onder de 2 minuten. Ja. Dus de wereld van ijs ligt aan jouw voeten. Ja. Hoe ben je eigenlijk ooit bij het schaatsen terechtgekomen? Mijn vader deed het altijd gewoon voor zijn plezier. Af en toe een keertje. En ik dacht, ik wil wel een keer mee. Dus toen ben ik meegegaan en toen vond ik het wel heel erg leuk. Dus toen heb ik me aangemeld bij een club. Ja. En toen ben ik daar begonnen met schaatsen. En wanneer kwam je erachter dat je eigenlijk verdomd hard schaatst? Harder dan welke andere junior nu ook? Nou, toen ik B2 was. Sorry, dat B2? Ja, oké. Bijna als een oorlogsterm. Je bent C-junior 2 jaar, dan ben je 2 jaar B-junior, 2 jaar A-junior en dan ga je door naar de... En toen kwam je erachter dat je meer kan dan de rest. Ja, het is ja voetbal, zoiets, maar dat gaat op leeftijd. Ja, nee. Ja. Dus je begint als C-junior, C1, C2, dan B1, B2. Dan schrijf je steeds meer door. Ja. Maar zit je dan nu ook echt al aan de top, terwijl je dus nog een jaar, want je zei net al trots, volgend jaar ben ik er weer. Mm-hmm. Is dat uitzonderlijk dat je nu eigenlijk al met gouden medailles naar huis gaat? Dit jaar is eigenlijk de schaatsers die uit de B komen, die nu naar de A komen, echt heel sterk. Ja. Dus bij de dames A... is vooral A1 junioren die heel snel zijn. Het is een goede lichting. Ja. Er komen weer allemaal nieuwe Irene Wüst en Sven Kramers aan. Ik weet Helene Wüst toen ze jouw leeftijd had op de 3 kilometer sneller, denk je, of langzaam? Dat zou ik niet weten eigenlijk. Niet te verdiept. En trainen? Hoeveel uur in de week sta jij in de sportschool? Ik train 2 keer per dag. Mm-hmm. Van 1 uur tot 1,5 uur, 2 uur. Ja. Op de fiets soms wel 3 uur. Dan wordt je heel erg heftig geknikt daarnaast. Nee, buik inhouden. Buik inhouden. Heel goed. Ja, maar en dat wil je ook altijd wel volhouden? Of doe je er ook nog... Ja, je zei net al, HAVO. Doe je ook nog gewoon daarnaast. Ja, dus ik train 's ochtends eerst. 's middags naar school en dan 's avonds weer trainen. En is het dan zo dat je ook echt alles in het teken zet van die overstap zo meteen? Zeg je van het studie en winnen zijn bijvoorbeeld? Ja, ik probeer wel zo snel mogelijk mijn HAVO-diploma te halen. Dan heb ik dat gehad. Mm-hmm. En dan kan ik een keuze maken wat ik ga studeren. Ja. Maar je wil alles zo snel mogelijk halen. Want je ook je rijbewijs heb je volgende maand al. Die heb je al. Ja, maar je hebt al je rijbewijs, maar je bent nog geen 18. Nee. Hoe zit dat? Ja, met 17 mag je al rijden onder begeleiding. Ah. Dus ik heb zo'n begeleiderspasje met begeleiders erop. Mijn ouders en zo. En daar mag ik mee rijden. Joy Beunen, ben jij een echte winnaar? Iemand die gewoon, maakt niet uit of het nou over school gaat of over autorijden of over schaatsen. Dat ik echt doe het allemaal gewoon heel graag. Ja. Alles ook? Ja. En zijn er ook dingen waar je niet goed in bent misschien? Koken,
kamer opruimen. Ja, mijn kamer opruimen. Ja, dat is altijd echt een grote zooi, maar ja. Ja. En ben je slecht in verliezen? Ik ben een hele slechte verliezer. Heel goed. Ja. Hou er zo. Ja. Lijkt me verstandig. Dankjewel dat je er wilde zijn.